Hé, hey, kun je geen TikTok maken met die koe? Het is vandaag de verjaardag van Natasha. Nu, ze denkt dat door de corona dat ze niks kan doen en dat ze niemand gaat zien. Ze denkt gewoon dat ze een barbecue gaat doen met haar mama, haar broer en Josie, haar beste vriendin, die dan zou afkomen. Maar wat ze niet weten, is dat Kim, Laura en ik, dus drie andere vriendinnen, er ook bij gaan zijn. Dus ze denkt dat ze een barbecue gaat doen met haar gezinnetje en een vriendin. Ik heb gisteren nog met haar gestuurd, zo van, en morgen uw verjaardag, ziet een beetje zitten, gaat iets doen. En ze keek er echt tegenop om te verjaren. Ik had zoiets van, oh garme, ik had echt zin om te zeggen van, we komen, je gaat een soort van feestje krijgen. Maar ja, ik mocht niks verklappen natuurlijk, dus ik vond het eigenlijk heel erg voor haar. Maar ze gaan nu dubbel zo blij zijn, denk ik, hoop ik. Dus voilà, ik wacht nu op de andere meisjes en we hebben afgesproken dat we zo in het begin van haar straat zouden afspreken. En dat we dan in één keer allemaal zouden aankomen, dus gaan we uiteraard ook vloggen. Dus voilà. Spannend. Oké, we zijn alle vier aangekomen, maar Josie heeft een partypop erbij, maar we weten niet hoe we die moeten gebruiken, dus even de aanwijzingen lezen. Ja! Ik snapte nu dat moet. Ja. Ziet dat luxe beat, hè? Ja, ja. Oké, alstublieft, gelukkig verjaardag. Ik durf niet, hè. Ik heb het zelf ingepakt. Mijn moeder heeft mij wel keihard uitgelachen, maar het is mij gelukt. Ja, het is heel mooi. Zeker, ik vind dat ook. Als het de eerste keer was, ja, oh, is denk dat ik toch. Een sneeuwvlok? Ja, het was kerstpapier. Ah! Oh, toen het is. Oh, maar mijn moeder zei, ja, maar wie zijn verjaardag is die van u of Natasha? Ik zo, ja, maar ik heb geen andere foto van ons drie. Oh, geweldig. En heb je dat zinnetje gelezen? Het is zoals een puzzel, alles past. En nu? Ah, en nu ontploffen, hè? Een beetje uittrekken en dan. Mijn camera ging zo. Oké, ze hadden het geniaal idee van een TikTok te maken met een dansje en een sprongetje. Klaar? 3, 2. Wat doet hij met zijn been? Gewoon zo? Ja. Maar nee, ja, klaar, ze hebben een pauze. Nee. Oké, vanavond is ook de dag, alleen de avond, dat de raket van Elon Musk, of hoe dat hem ook noemt, de ruimte in gaat gaan. En we willen dat eigenlijk allemaal wel zien. Om 9:22, dat is binnen een half uurtje. Dus straks gaan wij die raket zoeken in de lucht. Wie weet dat we hem zien, dat zou wel nice zijn. Oké, we staan zo in een open veld om naar de raket te kijken. We weten niet of we hem gaan zien, maar we kunnen maar proberen, hè. Oké, de raket is net afgeschoten. Dus hopen dat we ze in de lucht tegenkomen, hè. Ik heb ook
En ja, wacht, ik zit naar daar te kijken, want het is daar. Het Westen is daar. Oh mijn god, meent jij niet? Dat was een aanzien. A few moments later. Oké, helaas, we hebben alles goed in het oog gehouden, maar ja, dus we hebben ze niet zien overvliegen. Maar we hebben wel een vliegtuig gezien. Allee, ik heb een vliegtuig gezien in de verte. En iedereen heeft me uitgelegd van dat is een vliegtuig, maar volgens mij was dat geen vliegtuig, dat was een raket. Dat zou toch kunnen? Ja, happy birthday to you, in de West staat een koe. En die koe zegt I love you, happy birthday to you. Hoe is het? Hé, hey, kun je geen TikTok maken met die koe? Ja, hey, dat zal nog scoren. Kom, we doen dat. Voilà, voilà. De dag zit erop. Iedereen is dan naar huis. Ik ben nog even blijven plakken, maar het was gezellig. Hè? Ja, het was echt leuk. Ik heb mij goed geamuseerd. Het was een leuke verrassing. Ja. Hoppa. En voilà, dat was het. Voilà. Ja, foei, ik ga je lappen geven. Goed, we gaan de vlog afsluiten, want het is laat aan het worden. Dit was de vlog voor deze week. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer. Bye bye.